Na een nederlaag in Doetinchem tegen de Graafschap, een overwinning thuis tegen ADO Den Haag, is het nu tijd voor speelronde 3 voor PSV onder 18 in de competitie. Tegenstander Feyenoord, PSV Feyenoord dus net als morgen. PSV 1, Feyenoord 1 dan in het Philipsstadion, nu op Campus de Hertgang. De ploeg van Theo Lucius, die wil laten zien wat het waard is. En al vroeg in de wedstrijd de bal voor de voeten van Enzo Geerts. En wat een prachtig doelpunt is dit. Het is alles behalve lekker uitgewerkt door de defensie van Feyenoord. Maar de manier hoe Enzo Geerts het afmaakt, dat is prachtig. Krijgt die bal hier voor de voeten. Ziet dat de keeper een klein beetje voor zijn lijn staat. Prachtig afgerond. 3 minuten gespeeld. 1-0. Droomstart voor PSV onder 18. Koen Jansen doet regelmatig mee met jong PSV. Nu dus weer bij PSV onder 18. 6 minuten gespeeld. 2-0. En die droomstart van net, die wordt alleen maar mooier en mooier. Wat een doelpunt van Koen Jansen. Zet die aanval zelf op. Krijgt die bal hem terug. Een rush aan die linkerkant. En zo een heerlijke start dus voor PSV onder 18. Kwaitaal vanaf die rechterkant. En daar staat Van den Heuvel, de aanvoerder, helemaal vrij. Dat schotje mist kracht en ook richting. Maar de intenties van PSV zijn super duidelijk. Het wil winnen en het wil ruim winnen. Het gaat er vol voor. Maar Feyenoord is natuurlijk wel gewoon een ploeg die goed kan voetballen. Krijgt hier nog de kans. Schot geblokt nog een keer. Uiteindelijk geen hele grote kans voor de Rotterdammers. Maar een kleine waarschuwing is het wel. PSV moet oppassen. Want ook al is die 2-0 voorsprong daar, de wedstrijd is nog lang niet beslist. Wederom Feyenoord. Een goede sliding was dat van Piet Voort, maar die bal is dan toch voor Feyenoord. En daar is de treffer voor de Rotterdammers. Is er een beetje verwarring? Ja, nee, ja, nee. En die bal wordt afgekeurd. Feyenoord is daar niet tevreden mee, uiteraard. Scheidsrechter die geeft aan hoogbeen, hoofdblessure, doelpunt afgekeurd. En zo is er altijd dus nog die 2-0. Maar Feyenoord wordt sterker en sterker, dit in de tweede helft. Het is de nummer 10, krijgt heel veel ruimte. Zijn naam Delano van der Heijden. En hij schiet de Rotterdammers terug in de wedstrijd. Heeft heel veel ruimte op het middenveld. Loopt en loopt en loopt. En haalt dan maar eens uit. Smolenaars, die kan daar niet bij. En dus 2-1, de spanning weer helemaal terug in de wedstrijd. Vanaf de aftrap is dit Koen Jansen op August Prieske Vlieger. De spits die kopt net naast het doel. En zo zijn er kansen over en weer. Dit is geen overtreding. Feyenoord vindt van wel, PSV niet, scheidsrechter niet. En dus gaan we door. Kwaitaal, links staat de ruimte. Emir Bars, die bal had erin gemoeten. Dan aanvoerder Van den Heuvel. Nee, poging 3. 3 keer is scheepsrecht, zeggen ze. En dat is het zeker. 3-1 voor PSV onder 18. De doelpunt had wat voeten in de aarde. Eerst was het Bars. Die er net niet bij kon. Dan hier Van den Heuvel. Zijn eerste keer, dan de tweede keer. Dan is het wel raak. En het verschil is weer 2. En zo zien de neutrale fans een heerlijke wedstrijd op de Hertgang. Koen Jansen. De bal bij Bars. Links is Kwaitaal. Heel veel ruimte en een doelpunt. 4-1. Maar de vlag gaat omhoog. Buitenspel. Feyenoord had een afgekeurd doelpunt. PSV nu ook. Dus blijft het maar, tussen haakjes, maar 3-1. Maar spektakel is er genoeg bij deze wedstrijd. Fabiano Rus, spits van Feyenoord, wordt neergehaald door Van den Heuvel. De scheidsrechter die wijst naar de stip. Penalty. Een grote kans dus voor Feyenoord om de voorsprong weer iets te verkleinen. De voorsprong van PSV. Rus schiet raak, het is 3-2. Spanning weer helemaal terug. En om eerlijk te zijn, die spanning is nooit weg geweest. Want we zien hier een heerlijk wedstrijdje. Dan de lange bal. Feyenoord die gaat alles of niet spelen. En dan is daar de invaller, zijn naam Mohamed Emin Sarigul. En hij schiet de bal binnen, 3-3. En waar PSV heel comfortabel leek met die 3-1, is het even later 3-3.
en lijkt deze wedstrijd af te stevenen op een gelijkspel. Daar zullen de mannen van PSV 118, de mannen van Theo Lucius, ontzettend van balen. Want zeker in de eerste helft was het beter, kreeg het de kansen. En zagen we Feyenoord eigenlijk helemaal niet. Maar goed, uiteindelijk gaat het voetbal om doelpunten maken. 3-3. En zit er dan misschien nog iets in? Emir Barst vlak voor tijd. Ja, daar is hij. Daar is hij. De 4-3 vlak voor tijd. Het shirt gaat uit. Die gele kaart die zal hij met liefde accepteren. Maar het is de 89ste minuut. Misschien wel later zelfs. En PSV wint dan toch met 4-3 in een hele leuke wedstrijd van Feyenoord. Voor nu 1-0.